Dus jij wilt leren fotograferen. Yo, Maurice hier en vandaag heb ik het over de basisprincipes van fotografie. En als je serieus bent over het leren van fotografie, pak dan even een notitieboekje erbij of tik even mee op je telefoon, zodat je het nog een keer erbij kunt pakken als je aan de slag gaat. En dan beloof ik jou dat je aan het einde van deze video je camera in de manuele modus kunt zetten en foto's kunt maken als een pro. En ik ga ook nog eens extra bonustips geven over de verschillende automatische standen van je camera. Om fotografie goed te kunnen begrijpen, moet je beginnen bij het begin. Wat is fotografie nou eigenlijk? Nou, fotografie is letterlijk licht vastleggen op de sensor die in je camera zit. Nou, dit wordt beïnvloed door 3 verschillende instellingen. Diafragma, sluitertijd en je ISO, 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 hoe je het ook wilt noemen. En alle 3 deze instellingen hebben weer een eigen invloed of karakteristieke eigenschap op de foto's die je maakt. We beginnen met diafragma. Diafragma heeft te maken met de lens van je camera. En het wordt ook wel eens f-stop genoemd en het bepaalt hoeveel licht je lens doorlaat je camera in. Eigenlijk dus hoe ver je lens open staat. Hier in mijn handen heb ik een 17 tot 50 mm lens. Dat staat voor zijn brandpuntenafstand. Dat is eigenlijk hoe ver die ingezoomd is. Dus hoe lager het getal, 17 mm is dus best wijd. Ik heb hier ook bijvoorbeeld een GoPro in mijn handen als voorbeeld. Dat is een actioncam. Die heeft meestal 10 mm. Dat is dus echt fisheye. Nou, dit is dus een zoomlens. Die gaat van 17 tot 50 mm. Dus je hebt en wijd en 50 mm best breed om dan weer bijvoorbeeld portretten of zo te schieten. En naast die millimeters die op je lens zijn aangegeven, staat ook altijd een ander getal. En dat is van 1.2 tot en met meestal 6. Nog iets. Het is altijd een beetje een laag getal en dat is je diafragma. En belangrijk om te weten is dus hoe lager dat getal is, hoe meer licht je lens doorlaat naar binnen. En eigenlijk vaak ook hoe duurder die lens dan is. En dat heeft dus een hele goede reden, want je diafragma bepaalt hoe goed jij van die mooie wazige achtergronden kunt krijgen. Ik film nu hier bijvoorbeeld met een diafragma van 1.4. Nou, dat is dus best wel laag en daarom is de lens vaak duurder. Maar heb ik wel dat mooie effect hierachter, dat je niet alles helemaal scherp ziet en dat je mij juist wel heel scherp ziet. Op deze lens staat dus 70 tot 50 mm, de brandpuntsafstanden waar we het over gehad hebben. Maar daarnaast staat dus een ander getal, een 2.8. Dit is dus een diafragma van 2.8 wat deze lens heeft. En om goed het verschil te kunnen laten zien van wat een diafragma dus echt kan, heb ik dus 2 foto's gemaakt. Deze foto heb ik geschoten op een diafragma van 16. En zie je waar eigenlijk bijna alles even scherp is. Je hebt helemaal geen onderscheid tussen achtergrond en de voorgrond meer. Bij de volgende foto heb ik het diafragma op 2.8 geschoten. Hier zie je heel duidelijk dat wat ik in focus wilde hebben scherp is en de rest een beetje wazig wordt. Het ziet er gewoon een stuk professioneler uit. Dit is dan ook de reden waarom ik eigenlijk 9 van de 10 keer foto's schiet met het diafragma zo laag mogelijk om dat effect te krijgen. Heb je nou een beginnende lens, een beginnende camera en heb je allemaal nog niet zoveel geld kunnen uitgeven wat heel logisch is, dan kan je die diafragma meestal niet heel laag en wil je het effect toch krijgen, heb ik nog 1 tip voor je. Zoom dan je lens zo ver mogelijk uit, dus het brandpuntsafstand op zijn allerhoogste opzoekt. Dus dat is bij mij 50, maar bij jou kan het misschien nog meer zijn. En dan in plaats van dat je iemands neus alleen de poriën gaat fotograferen, dat je een paar stappen naar achter neemt, dus dat je alsnog de kader krijgt wat je wil, maar dat dan lopend eigenlijk naar achter doet, dan kan je alsnog een beetje die wazige achtergronden creëren. Nu zijn we bij de tweede instelling aangekomen en dat is sluitertijd. En het woord zegt het eigenlijk al, er sluit iets. In de camera zit je sensor en eigenlijk gaat je sluitertijd over hoe lang je sensor de tijd krijgt om licht op te nemen. Het wordt dus ook aangegeven in secondes. De sluitertijd is voor elke camera weer een beetje anders en in mijn camera is het van 1 of van 30 seconden zelfs. Dus dat is heel lang, kan die heel veel licht opnemen tot en met 1/4000ste van een seconde. Dus dat is echt tam te snel, waardoor je dus heel weinig licht op je sensor krijgt. Best logisch dat als je bewegende dingen wil fotograferen, dat je sluitertijd niet onwijs lang moet zijn. Dat kan ik laten zien in deze 2 foto's. Hier spring ik in de lucht en zie je dat mijn beweging bevroren is. Het is gewoon scherp. En wat gebeurt er nou als de sluitertijd langer is? Dan ga je dus beweging zien in de foto. Dat zie je hier. Omdat de sensor langer exposed is geweest aan het licht en de camera er dus langer over heeft gedaan om een foto te maken, zie je dat de beweging niet meer bevroren is en dat je bewegingsonscherpte krijgt. Die bewegingsonscherpte kan wel een stijlkeuze zijn. Je kan bijvoorbeeld in het donker bij een drukke weg, als heel veel auto's heen en weer gaan, je sluitertijd op heel lang zetten en dan krijg je in plaats van dat de auto's scherp zijn, krijg je van die mooie lichtwazen. Nou, dat kan je dus allemaal bereiken met de sluitertijd. De derde en laatste instelling is je ISO, je ISO. Nou, dit is ook een instelling die je in je camera doet. Het is namelijk hoe gevoelig je sensor wordt voor licht. Door allerlei technische snufjes kan je dus bepalen in de camera hoe makkelijk je sensor het licht opneemt. Het cijfer van ISO begint meestal bij bijna elke camera met 100 en het loopt vaak wel op tot, in mijn geval,
51.200. Dat is natuurlijk mega hoog en super irritant om zoveel cijfertjes uit je hoofd te kennen. Maar ja, het is ooit een keer een slimme vent geweest die dit bedacht heeft en ja, we moeten er maar mee dealen. Het gevaarlijke aan je ISO is, hoe hoger het getal, dus hoe gevoeliger je sensor maakt voor licht, hoe meer ruis je gaat creëren in je foto. Hier zie je een foto met ISO 100. Nou, gewoon een mooie foto. En hier zie je een foto met ISO 51.200. En zoals je ziet, ziet dit er niet uit. Het is eigenlijk onbruikbaar. Alleen hele dure camera's kunnen goed omgaan met dit soort ISO-waardes van 51.000. Nou, eigenlijk geen één camera, maar met ISO's van 10.000 kunnen hele dure camera's goed omgaan. En jij kan even voor jezelf thuis kijken of de camera die jij gebruikt, tot welke waarde van de ISO je eigenlijk maximaal kunt gaan. Nou, is het toch een stijlkeuze van je om ruis toe te voegen in de foto's, dan kan het heel makkelijk in de nabewerking van je foto's. Alleen het is wel heel moeilijk dat als de ruis er al in gebakken zit met de camera zelf, om die ruis er weer uit te halen. En ik hoor je al zeggen, Maurice, nou als je hoge ISO-waarden eigenlijk niet moet gebruiken, waarom zit het dan op? Nou, er zijn sommige situaties dat je als je bijvoorbeeld in een gymzaal basketbal aan het fotograferen bent en je hebt een zoomlens, dan kan de diafragma zijn van zoomlensen meestal ietsje hoger. Dus laat je lens al niet zoveel licht toe. En je moet ook nog eens de beweging freezen, dus je kan ook je sluitertijd niet heel laag zetten, waardoor je ook meer licht krijgt. Dan moet je dus gaan compenseren met je ISO, want anders zijn je foto's gewoon onderbelicht en heb je geen mooie foto's. Alleen dan ga je meestal met de ISO omhoog als laatste optie om te zorgen dat je foto toch mooi exposed is. En ook voor sommige journalisten of dat soort dingen, voor mensen die eigenlijk in hele onpraktische situaties foto's moeten gaan maken waar het onwijs donker is, die gooi je ook wel eens de ISO heel erg omhoog, want een foto maken met ruis is eigenlijk natuurlijk altijd nog wel beter dan geen foto. En nu zijn we aangekomen bij de bonus tips en ik zou nog wat tips geven over de automatische standen op je camera. Want het komt natuurlijk vaak voor, ga je bijvoorbeeld lekker op citytrip en je hebt eigenlijk geen zin om continu al die instellingen mee te moeten klooien en anders mis je het moment, is je foto weer weg. Er zijn een paar instellingen die extra helpen om toch mooie foto's te maken. Eén ding wat je nooit moet doen is hem op compleet automatische stand zetten, want die fokt gewoon alles op. Je hebt twee andere automatische standen die eigenlijk wel heel bruikbaar zijn en dat is aperture priority. En aperture is Engels voor diafragma, diafragma voorkeuze. Op de Canon die ik hier in mijn handen heb staat die modus aangegeven met AV. Maar ik weet dat op de Sony waar ik mee aan het filmen ben staat het aangegeven met een A. Dus je moet even kijken, even googlen voor hoe die modus heet op jouw merkcamera. Nou, wat doet deze automatische stand, diafragma voorkeuze? Deze stelt eigenlijk wat je wil, je diafragma vast. Dus in dit geval, ik had een lens van 2.8. Zet ik mijn diafragma op 2.8 en dan gaat hij de andere instellingen automatisch doen. Dus de sluitertijd en de ISO doet automatisch. Maar mijn diafragma blijft op 2.8, dus dat ik zoveel mogelijk van die mooie professionele foto's krijg waar de achtergrond wazig is en de voorgrond, of wat je scherp wil hebben, scherp is. Dat doet hij dus automatisch en dan blijft hij dat houden, dus super handig. Maar wil je nou bijvoorbeeld UFO's vastleggen, dan is die aperture priority stand, die diafragma voorkeuze stand, misschien juist niet handig. Want dan gaat hij sluitertijd automatisch doen, dus dan misschien is je UFO één grote waas en niet scherp zoals jij hem wil hebben. Nou, dat zijn de momenten dat je dan een andere automatische voorkeuzeprogramma moet doen en dat is shutter priority. Op deze camera staat TV van mijn Canon. Nou, is bij jouw camera misschien weer anders, moet je even googlen hoe dat heet. En dan kan je dus je sluitertijd vastzetten en gaat hij weer je diafragma en je ISO automatisch doen. Dus zo kan je toch heet het spelen met automatische instellingen. En nu is het aan jou om aan de slag te gaan met alle informatie die je net hebt gehad. Ik wil je sowieso bedanken voor het afkijken van deze video. Geef even een like als je wat geleerd hebt. Laat ook even in de comments iets achter als je een vraag hebt van iets van de stof wat je nog niet begrijpt. Ik zal altijd een reactie geven. Abonneer ook even als je nog meer van dit soort content wil zien. Maak je mij super blij mee. En dan hoop ik je bij de volgende te zien. Go create. Later.